Deze maand gaat Anton samen met Carlos binnenkijken bij de Tjamme in Beerta. Welkom bij deze nieuwe aflevering van Mag ik even binnenkijken bij? En we zijn deze keer in het Spulparadies. En daar hebben ze sinds kort een aantal alpaca's. Ja, ik heb echt de hele middag, ik zeg de hele tijd alpaca's. Waarom weet ik niet, dit is al opname nummer 620. Maar het zijn dus alpaca's. En er zijn ook schapen. Schapen zijn er ook. Ik loop ondertussen even naar Hemmy en naar Monika. Zij zijn al druk bezig om de alpaca's te vangen. En dat is op zich al een kunst, heb ik me laten vertellen. Dus we gaan even kijken. Monika, dat is nog een heel gedoe, hè? Ja, echt wel. Hoe lang ben je nou bezig om dat ding te vangen dan? 5 minuutjes nog maar, dat valt nog mee. 5 minuutjes? En hij is sterk, zeg. Hij is berensterk. Ja, daar kun je niet tegenaf. Ze hebben hem. Ja, ze hebben hem. Ja, lieve. Carlos. Hè? Ja, Carlos is gaan naar het Tjamme. Dat is bejaardhuis. Ja, we gaan naar het Tjamme. Weet je, hij lijkt een beetje op Gordon. Op Gordon. Ja. Kon ik maar even bij je zijn. Hè? Ja. Monika. Jij komt mij zo bekend voor. Waarvan joh? Nou, ik weet niet of het zo is. Wacht even, ik heb iets gekregen. De bekende Monika Vecht. Vecht. V-E-G-T. Heel goed, ja. Dit is, kijk, dat ziet er spannend uit. Wanneer was deze? Nou ja, even kijken. Bijna 20 jaar terug. We gaan even luisteren. Verfietste met oma achterop. Was in dat zwale vreden, kozen ze het roeme zon. Kom, er is hier allemaal water en nuim ze het blauwe stad. Er de water wolf hier won, kring wie de fout nat. La 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 la. En dat is, was dat refrein? Dat was refrein, ja. La 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 la. Dat is best gezellig, Monika. Ja toch. Vecht. Vecht. Dankjewel. Maar is hij populair? Dus wel, want jij schijnt er regelmatig mee door Beerta heen te lopen. Ja, hij is ook populair. Ja, dan zie je straks bij de C1000, maar dan blijft het allemaal even staan. Ah, oh, wat lief, hè? Weet je wat de C1000. Ja, hè? Geen fratsen. Geen fratsen, ja. Is she really going out with him? Is she really gonna take him home tonight? Is she really going out with him? Because if my eyes don't deceive me, there's something going wrong. Hemmy, ik weet niet waar dat bejaardentehuis is waar jij naartoe wil, maar we gaan toch niet met de bus, mag we ik gaan mee eens met de bus en dan gaan we zo naar het bejaardentehuis. Dat ben je staan niet. Ook in de bushalte, ja. Carlos die wordt wild, Gordon wordt wild. Flauw, hè? Hé, hey, maar we hebben het net alleen maar over gehad. Jullie hebben dus voor die alpaca's gekozen, omdat ze heel intelligent zijn ook. Ja, en ook lief voor de kinderen. Ja. Maar zijn jullie nou de enige? Ja, hij schijnt te schoppen toch? Als ik van achter sta, dan gaat hij maar. Ja, schoppen. Maar als je je voet trept in zegt, gebeurt dat niet meer. Oké, dat doe jij, hè? Jij hebt hem wel goed onder de duim. Jazeker, jazeker. Ik loop er bijna elke dag mee, ja. Ja, dus, ja. Ja, hè? Maar ben je de enige hier in de omgeving die zo'n alpaca heeft? Ik denk dat de enige dierenweide zijn die alpaca's heeft, ja. Ja. Jeetje. En hoeveel mensen trekt dat? Want dat zijn best wel mensen die dat wilden zien, denk ik. Ja, heel veel. Afgelopen zomer heel veel mensen die bij de speeltuin komen speciaal voor die alpaca's. En we zijn er nu mee op stap eigenlijk. Want dan vraagt hij, waarom gaan we er in Godes nou mee door Beerta? Maar we moeten hem een beetje minder mensenschuw maken. Ja, hè? Een beetje aan de mensen wennen dat hij dan ook bij het verkeer kan lopen. En zulke dingen. Komt hij al, de bus? We gaan nu volgens mij in de lift met dat ding. Hemmy, gaat dit echt goed komen, ding? Ja. Dat is fantastisch. Ik ga met de scootmobiel, Hemmy. Hemmy, tot zo, hè? Zo, daar is ze. Je moet presentatrice worden bij ons. Ja, toch, hè? Heb je geen tijd voor, jongen. Heb je veel meer tijd dan voor die beestjes, ja? Ja, dat weet ik ook wel, maar. Oh, daar is het. Ik ben hier bij mevrouw Oosterhuis. Mevrouw Oosterhuis, wat vindt u daar nou van? U heeft hem al u staat er zelfs mee op de foto, heb ik gehoord, hè? Ja, ik vind een lief dier. En dat haar, dat wol, is er al vuil, al zag dat er is. Maar zie hem wel. Thank you.
Monika, we gaan even naar iemand toe, geloof ik, hè? Ja, we gaan nou even naar Tante Trein. Tante Trein, die zit hier ook in het piano. Ja. Tante Treinie, wat vindt u er nou van, zo'n alpaca in uw huis, in uw grote huiskamer? Nou, gezellig, hè? Ja, hè? Dan ben je tenminste niet alleen. En hoe vaak is die hier nou al geweest? Oh, ik denk 3-4 keer. Ja, 3 of... Oh, dus, oh varen 4, 5, 6, 7, 8. Ja, ik ken wel zo'n beetje, hè? Ja, Carlos, heb je nog een slotwoord? Oh, ja. Dat, nou, was al, dat was hem. Ja, dat was Carlos. Dankjewel, Carlos. Ik vond het echt mooi dat we erbij waren vandaag, Hemmie en Monika. Nou, dat vind ik fijn dat je het leuk vond. Ja, ja, ik vond het ook wel leuk. Ja, ja. Nou, en Monika, gaan we nog een opvolger krijgen van deze plaat? Nou, wie weet. Je gaat nog niet de studio in. Misschien. 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 We wachten af. Carlos, dankjewel nogmaals. Ja, jij ook. En Jacob, jij ook, hè? Ja. Jij bent van, zeg maar, een beetje van RTV Blauwe Stad, maar dan van Beerta. Ja, Beerta, ja. Dus dit gaan we binnenkort ergens zien? Ja, misschien. Dat belang, hè? Ja, dan zie je het er al. Oké, dat is een keer op een avond in een of andere zaal en dan gaan we kijken met z'n allen. Ga ik film in HD, hè? HD? Ja. Dat doen wij nog niet eens, moet je aangaan. Dat doe je hartstikke goed. Jacob, bedankt, hè? Ja, Oké. Nou... Dat was hem. Wil jij ook een keer dat we bij jou komen binnenkijken, dan kan dat. Dan moet je een e-mailtje sturen naar info@rtvblauwestad.nl. Het staat ook onder in beeld nu. Echt waar, hoor. Doei. 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 Goedemorgen.